Maatschappij de 2, hoofdstuk 1, criminaliteit, regels en rechten. Normen en waarden. Waarden leiden tot normen. Normen en waarden samen bepalen wat jouw mening ergens over is. En je mening leg je dan weer uit met allerlei argumenten. Als we even kijken naar die normen, dan komen we bij het stuk regels. Want normen zijn eigenlijk gedragsregels. Dus hoe gedraag jij je na een bepaalde waarde? Er zijn geschreven en ongeschreven regels. Geschreven regels moet je denken aan wetten en regels zoals bijvoorbeeld in een schoolreglement. Dat zijn geschreven regels. En je hebt ook ongeschreven regels. Dus hoe je je hoort te gedragen in bepaalde situaties. Maar het staat nergens op papier en je krijgt er ook geen straf voor. Zoals bijvoorbeeld het volgende filmpje. In de tram. Mies zit in de tram. Daar komt oma. Mag ik daar zitten? Ik ben oud en een beetje moe. Op die verouwe grafdak, zegt Mies. Oma moet huilen. Mies is blij. Nu kan ze lekker blijven zitten. Criminaliteit. Wat is criminaliteit eigenlijk? Criminaliteit zijn alle misdrijven die in de wet staan omschreven. Uiteraard is de grondwet er heel belangrijk in, want daar staan de belangrijkste rechtsregels in. En als we kijken naar criminaliteit, is de tweede hele belangrijke bron natuurlijk het strafrecht. We kiezen trouwens voor de omschrijving van misdrijven, omdat een overtreding, zoals bijvoorbeeld door rood licht fietsen, is iets wat natuurlijk niet mag. Maar om het nou gelijk criminaliteit te noemen. Vroeger en nu. Je moet goed onthouden dat rechtsregels veranderen door de tijd. Hekken bestond vroeger namelijk helemaal niet. Topless zonnen was vroeger verboden. Overspel was vroeger strafbaar. Het homohuwelijk kenden ze vroeger helemaal niet. De identificatieplicht is iets wat is ingevoerd na de aanslagen op het World Trade Center in Amerika. En godslastering was vroeger verboden. Dus een cartoon zoals dit had vroeger nooit gemogen. Het kijken naar tussen hoe was het vroeger en hoe is het nu, noem je de veranderende invalshoek. Hier en daar. Natuurlijk verschilt criminaliteit niet alleen in tijd, dus van vroeger en nu, maar ook per plaats waar je bent. Want de regels in Nederland zijn niet dezelfde regels als bijvoorbeeld in Rusland. Zo is in Spanje abortus verboden. Is in Rusland homoseksualiteit nog steeds verboden? Mag je in Duitsland bijvoorbeeld veel harder op de snelweg? Is het in Amerika bijvoorbeeld weer heel makkelijk om een wapen in je bezit te hebben? Dat is in Nederland veel moeilijker. En in Nederland kennen we natuurlijk de coffeeshops. Het vergelijken van Nederland met andere landen noem je de vergelijkende invalshoek. De rechtsstaat. De rechtsstaat is een staat waarin burgers beschermd worden tegen machtsmisbruik en willekeur door de overheid. Dat betekent dat jij rechten hebt. Maar er horen ook plichten bij. De kenmerken van een rechtsstaat zijn de volgende. Je hebt burgerrechten, je hebt grondrechten. Er is sprake van rechtshandhaving en rechtsbescherming. Er moet een parlementaire democratie zijn, een scheiding van de machten en een onafhankelijke rechtspraak. Maar wat houdt dit nu precies in? De burgerrechten. De burgerrechten betekent dat de overheid gebonden is aan de wet. De overheid moet zich dus ook aan de wet houden en mag dus niet zomaar regels veranderen of verbuigen in hun voordeel. Je hebt grondrechten.
Zoals het kiesrecht, vrijheid van pers, recht op een eerlijk proces, vrijheid van meningsuiting, vrijheid van onderwijs enzovoort. En je hebt natuurlijk plichten, waarvan de meest voorkomende zijn, hetgene waar je eigenlijk altijd mee te maken hebt, is belasting betalen. Denk maar aan BTW, wanneer je iets koopt. En natuurlijk de leerplicht. Een parlementaire democratie wil zeggen dat jij als burger mag gaan stemmen op wie jou gaan vertegenwoordigen in het parlement. Het parlement maakt dan vervolgens regels waar ieder zich aan moet houden. Als je het niet eens bent met hoe het parlement dingen regelt en je vindt dat deze regering slechte regels maakt, dan kun jij de volgende keer op een andere partij stemmen die jou beter vertegenwoordigen. De scheiding van machten noemen we ook wel de trias politica. Bij deze scheiding van machten gaat het nu vooral om de derde macht. De eerste macht is de wetgevende macht, de tweede is de uitvoerende macht en het gaat hier vooral nu even om de rechterlijke macht. Want in een rechtsstaat is de rechterlijke macht onafhankelijk. Deze drie samen, zoals gezegd, noem je dus de trias politica. De wetgevende macht bestaat uit de regering en de staat-generaal. De uitvoerende macht bestaat uit de regering en ambtenaren, zoals bijvoorbeeld politieagenten. En de rechterlijke macht, zoals al gezegd, is onafhankelijk. Dit betekent dat als jij het niet eens bent met iets wat de overheid doet, jij een rechtszaak tegen de overheid kunt beginnen.